Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. Op de Europese weerkaart zien we temperaturen die behoorlijk uiteenlopen. In een groot deel van Noorwegen is het in het berggebied en in Lapland nog onder nul. Ook grote delen van Rusland zitten nog vol in de winterlucht. Maar in het zuiden van Europa, vooral het zuidwesten, beginnen de temperaturen toch serieus op te lopen. Afgelopen week al een keer plaatselijk meer dan 25 graden. En vanmiddag werd het ook weer rond de 20 graden langs de Spaanse zuidkust. Griekenland en Turkije hebben wisselvallig weer. Vooral Griekenland een zware buien met onweer vandaag. Dat zien we ook op deze weerkaart terug. Het ligt een lage drukgebied bij Griekenland. En dat zorgt voor het slechte weer. Het tweede lage drukgebied ligt iets boven de Zwarte Zee. Daaromheen een groot regengebied. En dat regengebied komt langzaam onze kant op. Lost er voor een deel wel op gelukkig. Ook boven Engeland en Frankrijk een front. Ook daar valt er regen, gaat ons niet bereiken. Maar dat gaat juist weer voor zware sneeuwval zorgen in het. Uh, het noordwestelijke deel van Italië en in de Franse Alpen, dus in dit deel van Europa. Uh, daar kan veel sneeuw vallen, zoals ik al zei, tot maandag misschien zelfs wel meer dan 1 meter in de buurt van Sestriere, dat is in het westen van Piemonte. Grote verschillen dus in Europa, dat zie je vaak in de overgang van de winter naar de lente. Als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat het hoge drukgebied boven Scandinavië behoorlijk standvastig is. En dat via Polen en Duitsland de wolkenvelden onze kant op komen. Vooral morgen later op de dag wordt de bewolking dikker. Zondag verschijnen er dan een paar gaten in het wolkendek. Maar de wolken geven zich nog niet gewonnen. En er kan ook af en toe wat regen uitvallen. Toch lijkt het zondag helemaal niet zo slecht te worden. En zeker niet zo bewolkt als het eerder leek. Het weer voor vanavond. De meeste plaatsen nog droog, een paar wolkenvelden, ook brede opklaringen. De temperatuur daalt naar zo'n rond 4 graden. De wind waait uit het oosten en die is nog steeds matig, windkracht 4, aan zee af toe windkracht 5. Vannacht temperaturen rond het vriespunt. Vooral in Limburg kan het licht gaan vriezen. En aan de grond is bijna overal wel lichte vorst mogelijk. Misschien dat er wat nevel ontstaat, maar de kans op een mistbank is klein. En verder zijn er dus opklaringen, maar ook weer een paar wolken. Er is een hele kleine kans op het zien van poollicht... Met name vanaf de Waddeneilanden en dan richting het noorden kijken. Dan morgen overdag. In de ochtend geregeld zon, met de meeste zonneschijn in het westen en zuiden. Maar later in de ochtend en in de middag dan begint de lucht echt te betrekken vanuit het noordoosten en oosten. Er komt dan meer bewolking aan, kan ook een spatje motregen vallen. Temperaturen morgen zo'n 7 à 8 graden, waait een koele Noordoostenwind. Geldt ook voor de zondag. Ook dan een koele wind uit het oosten tot noordoosten. Nog steeds windkracht 4, op de Wadden af en toe windkracht 5. Maar zoals al gezegd, niet een geheel gesloten wolkendek. Ook zondag breekt af en toe de zon door. Waarschijnlijk niet zo vaak als zaterdagochtend. Verder opnieuw kans op wat lichte regen of motregen. Maar droog weer overheerst en het wordt 8 graden. En dat is dan het weekend. Dat is dan meteen ook de dip in het weer. Vanaf maandag gaan de temperaturen weer omhoog. Maandag alweer boven de 10 graden. Dinsdag misschien zelfs wel plaatselijk 15 graden. Daarbij geregeld zon en de uh, kans op regen die is ook erg klein. Dat zien we ook in de 15-daagse terug. Temperatuur lopen fors op. Vanaf zaterdag het dieptepunt naar een maximum op dinsdag en woensdag. En dat dan tegen de 15 graden aan. Woensdag de verkiezingen. Die dag zal ook droog verlopen. Het weerbeeld daarna lijkt weer iets minder zacht te worden. Maar de kans op regen blijft voorlopig klein. Ik wens iedereen een heel goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.